Hallo, hallo en welkom bij een gloednieuwe video van iemand minder dan de schetsvlogger. Ja, en het is eindelijk zover. Het is 2023 en ja, ik vind het echt fantastisch. Ik heb nieuwjaar gevierd bij een maat en ik heb iets heel leuks gekregen van hem. Misschien heb je het al gezien op de achtergrond. Kijk hier, hier. Een Vulpix en Funko, waar ik oprecht heel blij mee ben. Maar vandaag wilde ik ook weer iets opnieuw doen. Ik heb een video gemaakt in 2022, net voor het nieuwe jaar, een video gemaakt hoe je Goofy kon tekenen, de manier waarop je Goofy kon tekenen. Ik vond het eigenlijk wel leuk om, om eigenlijk de muis te tekenen. Dat is namelijk Mickey Mouse. Dus ik zou zeggen, pak een potlood en papier en heel veel tekenplezier. Let's go. Om Mickey Mouse te tekenen, gebruik je best een potlood en een gom. Dat zijn mijn twee beste vrienden. Ik heb hieronder een beschrijving van welke materialen ik gebruik. We gaan er aan beginnen, jongens en meisjes. Om Mickey Mouse te tekenen, begin je eerst heel lichtjes op je papier. Een cirkel te tekenen. Het hoeft niet perfect te zijn. Dan tekenen we een streep. Dan tekenen we nog een streep. Eigenlijk een plus teken. En in die plus tekenen tekenen we een liggend ovaal. Dit is niet. Dit is eigenlijk zijn snuit. Dus dit is niet zijn neus, maar zijn snuit. Vervolgens tekenen we zijn opvallende oren. Mickey Mouse heeft heel opvallende oren. En vervolgens tekenen we een gezichtsmasker, zo noemen ze dat. Het is eigenlijk de omtrek dat ik nu aan het tekenen ben. En dat is eigenlijk net als Goofy, een soort M. Dus een uitgestrekte M. En dan teken je zo. Vervolgens tekenen we in die snuit zijn neus. Nu mag natuurlijk iets groter. Dan tekenen we de neusbrug. En dan tekenen we zijn ogen. Ik ben meer iemand van de klassieke Mickey Mouse. Klassieke Mickey Mouse zou je eigenlijk dit kleuren, want dat gaan we niet doen. We tekenen eigenlijk de moderne Mickey Mouse. De moderne Mickey Mouse heeft zijn uiterlijk te danken aan een Disney tekenaar, Freddie Moore. Ik hoop dat ik het juist zeg. En vervolgens tekenen we de pupillen van Mickey Mouse. Oei, dat is niet de pupil dat ik wil. Dat is een beetje de Goofy pupil. En die kleuren we natuurlijk zwart in. Hier tekenen we een lachrimpel en hier ook. En die gaan we verbinden en volgen eigenlijk deze omtrek van de snuit. Natuurlijk laten we hem lachen.
en openen we zijn mond. Ik heb eigenlijk al eerder een video gemaakt hoe dat je Mickey Mouse kan tekenen. Maar ik vond het wel een keer leuk om die video nog een keer opnieuw te doen. En vervolgens tekenen we zijn gezichtsmasker af. En ja, ongeveer zo. Kleuren we de neus zwart in. Natuurlijk. Tekenen we zijn oren af. Kleuren we die op. Zwart in. En onder onze tekening signeren we hem. En zo teken je Mickey Mouse. Hopelijk vond je deze video leuk en natuurlijk ook leerzaam. Wil je meer video's zien van de schetsvlog, dan zou ik zeggen abonneer zeker eens op mijn YouTube kanaal. Het is volledig gratis. En ja, ik zou het echt op prijs stellen natuurlijk. Wil je meer tekenfilmfiguren tekenen? Ik heb op het einde van de video een afspeellijst. Heb je zelf een suggestie om een bepaald tekenfilmfiguur te tekenen? Laat het dan zeker even weten in de reactie. Dan zie ik jullie bij een volgende video.